Hey, goedemiddag Giel. Alles goed? Lekker man. Genoten? Dat is dan je grootste zorg, hè, zeg maar. Dat heb ik ook. Dat heb ik. Maar goed nieuws is, nu val je gelijk met je neus in de boter, hè? Ja, want nu moet je gelijk weer aan de slag, hè? Nou, kan. Ja. Dankjewel, man. Nou, ik zou je wat vertellen. Als allereerst bedankt voor je compliment. En dat is helemaal niet te erg om sceptisch te zijn. Want scepticisme is gezond. En alle succesvolle mensen in de wereld zijn sceptisch. En dat is ook de reden. Want anders ga je met iedereen en alles mee. En voor je het weet ben je blut. Giel, dit gesprek is niks meer, niks minder om elkaar wat beter te leren kennen. Ik ga zo dadelijk wat zeer interessante en waardevolle informatie ga ik met jou delen. Binnen een paar minuten komen wij achter of dat wij een match hebben en hoe de toekomst uitziet. En mocht dat zo zijn dat we binnen een paar minuten achterkomen dat we geen match hebben. Hey, even goede vrienden bij de way. Zullen we dat afspreken? Geweldig, geweldig. Giel, stel je voor dat wij wel een match zouden hebben. En ik heb jou alles laten zien. Ik ben transparant geweest. Algemene voorwaarden kloppen. De strategieën zijn overtuigend. Het systeem is van A tot en met Z in elkaar gezet. En jij en ik gaan de markt in om cliënten, klanten, kopers, transacties, opdrachten binnen te halen. Nou is mijn vraag: vanaf welk bedrag kunnen partijen bij jou terecht? Wat is het minimale waar jij je bed voor uitkomt? Juist. Ja, dus in feite zeg je, nou ja, de instap voor de sceptici onder ons of een AdWords-pakket is 100. En de echte dienstverlening is vanaf 100 euro en alles wat omhoog gaat. Nou. Ja. Oh, die pakketten doe je dus ook. Nee, precies. Dat zijn pakketten. Ja, dit is all-in en dat varieert tussen de 2 en de 10.000. En gewoon van ondernemer naar ondernemer gezien de huidige omstandigheden en zoals het nu gaat. Gezien jouw agenda ook, hè. Wat zou jij nu kijk, hoe lager het bedrag, Giel, daar hoef je geen helderziende voor te zijn, hoe groter de doelgroep. Dat is duidelijk, hè? Van 100 en 400. Nou, van tussen de 2000 en de 10.000 is ook zat te krijgen. Maar ja, dat moet wat beter gefilterd worden. Want ja, dat is uiteraard een kleine doelgroep dan die van 100 en 400. Maar stel je voor dat wij in de markt gaan rock'n'rollen. En wat zou jij nu aankunnen van de honderdjes? Van de massa, zeg maar. Ja. Ja? Wauw, dat is serieus handel. Ja, 10 ton tot 20 per dag. Ja, nou laten we zeggen dat het er 1 per dag is. Ja, en 20 in een maand. Dat is misschien. Kijk, ik hou van groot denken, klein beginnen. Ja, wat niet eens kan komen, maar 20 in een maand vind ik al dat ik zeg van nou. Dat is een leuk begin. En die van 400.
Ja, en is dat rendabel voor je? Zijn dat ook de klanten die je zou willen hebben? Juist, juist. Kijk, dat is interessant. Dus dat zou je, daar zou je een paar van in de week aan kunnen. Een paar, wat moet ik aan denken? 3, 4, 5. Ja. Dus dat zijn er ook 20 in de maand. Ah, dat begint. Dat is interessant. Ik ga je precies vertellen waarom ik dit wil weten voor jou. Want dan hebben we een beetje een big picture. Dus dan praten we over potentieel van 8000. Kijk, op het moment dat wij de markt ingaan, Giel, hè, massa is kassa, doen is poen. Hoe lager het bedrag, hoe groter de massa we kunnen binnenhalen. Hoe hoger het bedrag, ja, hoe meer werk en hoe meer we moeten filteren. Op zich is dat helemaal niet erg. Maar waar de kleintjes zijn, zijn de grote. En waar de grote zijn, zijn er ook altijd kleintjes. Ja? Nou wil ik niet eens over klussen praten van tussen de 2 en de 10.000 euro, want daar kom je vanzelf tegenaan. He, je komt met 100 of met 400 kom je binnen en dan hebben ze een vriendje of iemand anders en die zegt, joh, maar doe je ook dat en dat of kan je me ook daar en daarbij helpen? Zo gaat het ook. Jij bent ook een ondernemer, dus jij weet dat net zo goed. Maar als we nou eens praten, we praten puur over de 100'tjes en de 400'tjes, hoe klein dat ook klinkt, moet je niet in vergissen, is toch wel een potentieel van 10.000 euro per maand buiten de 2.000 en alles erbovenop, hè? Laten we zeggen dat we dat een jaar zouden doen, hè? En in een jaar werken we 10 maanden officieel, hè? Want die andere 2 maanden heb je natuurlijk vakantie, kerst, oud en nieuw. Valt altijd wel een week of 2 tussenuit. Dan praten we in de komende 12 maanden, Giel, over een potentieel van 100.000 euro. Kijk, dat is serieus geld. Dat is de moeite waard en voor jou en voor mij. Kijk, kijk. Dit klinkt als muziek in mijn oren, want ik heb jou voor jouw vakantie natuurlijk verteld van Giel, hey, stel je voor dat wij wat voor elkaar kunnen betekenen, mijn organisatie. En ik werk op no Q, no pay basis. Dat wil zeggen, op het moment dat wij klap met de hamer geven en we gaan de markt in met z'n allen, dan gaan wij die 100.000 euro binnenhalen in de komende 12 maanden. Ben jij dan bereid 3% af te staan qua commissie? Kijk, dan zijn we in principe zijn we beide happy the peppy. He? Jij een ton, wij 3.000. Gewoon Giel, zelf zoals je nu in de markt staat en zit. Je noemde net acquisitie en zo. Dat is niet je sterkste punt. Of... Nee. Ja. Waarom niet? Ja. Ja, nee, dat is duidelijk. Nee, ik wil gewoon een beetje in je brein kijken, want daar hebben heel veel ondernemers hebben daar last van. En in feite moet je het eigenlijk heel simpel zien. Zo zie ik het al 25 jaar. Hey, mijn morele plicht is op iedereen af te stappen om een bedrijf voor te stellen wat ik voor ze kan betekenen. Of ze dat nou willen of niet. Hey, ik heb mijn ding gedaan. Maar goed, dat is niet voor iedereen. Ik praat makkelijk, ik kom overal binnen, alle deuren gaan open. Goed, jij bent niet ik. Maar nog steeds, kijk, laat ik je wat vertellen. Stel je voor dat wij een systeem neer kunnen zetten en dat er 5 tot 7 gekwalificeerde afspraken per uur, dat je dat zou kunnen realiseren. Niemand kan jouw bedrijf
en jouw diensten beter verkopen of in de markt zetten dan jij zelf. En daarom moet ik heel goed kijken van ja, ik wil heel graag met jou naar de next level en jou wat meer informatie laten zien. Maar weet je, je weet wat ze zeggen in Amerika, put in the work. We moeten wat doen. Kijk, laat ik een klein beetje over mezelf vertellen, Giel. In de afgelopen 25 jaar, ik heb niks anders gedaan dan marketing, verkoop, over de verschillende continenten, grote partijen, kleine partijen. Ik heb mezelf de beste strategieën in de wereld en systemen heb ik mezelf toegeëigend, heb ik verbeterd. En dat is waar ik vandaag, dat is de reden waar ik sta. Jij hoeft niet te weten wat in de afgelopen 25 jaar niet heeft gewerkt, want daar heb je niks aan. Maar ik ga je het beste van het beste laten zien. En wat bedoel ik daarmee, Giel? Ik ga jou stap voor stap laten zien hoe wij, niet theorie, praktijk, dat ga ik ook voordoen, 5 tot 7 gekwalificeerde afspraken per uur kunnen krijgen. En hoe wij 10, 20, 30, zelfs meer klanten per week binnen kunnen halen in de categorie waar jij in zit of invalt. Maar dat moet wel wat gedaan worden. Nou, als je zelf dat niet wil doen, is dat ook niet zo heel erg, Giel. Want we hebben genoeg appointment setters, we hebben genoeg freelancers, stagiaires. Nou ja, zelfs de rijkste man in de wereld, die heeft maar 24 uur in een dag, maar die koopt andermans tijd. Dus er zijn wel voldoende oplossingen om toch nog naar de allerhoogste level te groeien. Maar om de draai aan die cilinderwiel te geven, heb ik wel een beetje hulp bij nodig. Dus als ik zou jou eerlijk vertellen. Wij hebben een online kantoor op Skype, waar ik met diverse ondernemers, elke dag werken wij samen. Dat is ons virtueel kantoor van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 en 's middags van 1 tot 4. Ik zou jou graag uit willen nodigen voor een proefsamenwerkingssessie. Zo'n ochtendje, zeg maar. Daar kijk je over mijn schouder mee, leer andere partners kennen en mijn team. En dan ga ik jou eens gewoon in theorie, maar ook in de praktijk, live, ga ik jou eens laten zien hoe we 5 tot 7 gekwalificeerde afspraken maken. Hoe komen we overal binnen? Wat moeten we op dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse basis doen allemaal? Tot 10, 20, 30 of zelfs meer klanten per week binnen te halen. Goed, dat wordt een eye-opener voor jou. En dit heb je nog nooit gezien. En één garantie geef ik, ga je ook nooit meer zien. Waarschijnlijk. Want er zijn maar heel weinig partijen die dat in de markt delen. Goed, na zo'n ochtendsessie, laten we zeggen, hebben wij nog contact met elkaar. Dan worden al je vragen beantwoord. Puzzelstuk is dan voor 90% compleet. En dan kunnen wij eens kijken, hey, hoe kunnen wij, of je dat nou zelf gaat doen, of we hebben iemand. Dan kunnen we dan nog eens altijd eens kijken in welk vaatje we dat gaan gieten. Maar je moet de basis moet je weten. En dat is, ik heb wel jouw hulp nodig. Ik kan het niet alleen. Maar wij kunnen nog veel meer dan die ton binnenhalen. Dat zeg ik je ook nu alvast. Geld is alleen maar, cijfers zijn alleen maar numbers. Cijfers blijven cijfers. Ik bedoel, er is genoeg te doen in de markt. Er is genoeg geld in de markt om op te halen. En 90% van de ondernemers, vertel ik je nu alvast, redt het niet. Dat is niet omdat ze dom zijn, omdat ze slechte producten hebben of te duur zijn. Dat heeft daar niks mee te maken. Het heeft te maken dat zij afwachtende houding hebben. Niet agressief de markt ingaan en het gaan halen. Dat is de reden dat Coca-Cola, McDonald's en Apple bedrijven zijn wat ze vandaag de dag zijn. Hoe is je gevoel tot zover, Giel? Ja, nee. Als je mij googelt met Robert Kovacs winstgarantie, dan kom je geen video's tegen, foto's tegen, zoekresultaten, kom je niks tegen? Oh.
Ja. Ja, ik zit op Facebook. Ik zit op LinkedIn. Ik zit op Instagram, Twitter, YouTube, Vimeo. Alle platformen. LinkedIn heb ik 27.000 connecties. Sinds 2009 zit ik daarop. Dat zegt iets. Kijk, in het verleden heb ik mezelf altijd verhuurd voor bepaalde bedrijven. Ja? Daar mocht niks naar buiten uitlekken, want ik kreeg aandelen. Ik kreeg dikke bonussen, salarissen. Winstgarantie ben ik dit jaar eigenlijk begonnen. Ja, voor mezelf om de Nederlandse en Belgische ondernemers zoals jij en vele anderen te helpen. Ik verhuur mijzelf. En om je wat te vertellen. Ik heb vrienden net als jij die binnen 24 uur de mooiste site kunnen bouwen en vertellen over mij wat ze willen in feite. Het is fake testimonials, whatever. Trap jij daarin? Ja. Ja. Mijn doelstelling is, kijk, in Nederland hebben we 1,2 miljoen ZZP'ers. Ja? We hebben tienduizenden microbedrijven die 7 ton per jaar doen. We hebben heel veel kleine bedrijven die 12 miljoen per jaar doen. En een handjevol bedrijven die 40 miljoen of meer per jaar doen. Dat is mijn doelgroep. Dus iedereen die ik tegenkomt. Mijn bread and butter, mag je eerlijk weten, ik zit in toerisme in Kroatië en in vastgoed internationaal. Ja? Winstgarantie ben ik begonnen om heel veel ondernemers te helpen. Omdat ik zie, dit is een gat in de markt. Ik wil dadelijk 1 miljoen ZZP'ers zonder contract hebben. Mag je van mij weten. Gewoon eerlijk. Voor 3% hoor. Jij niet? Dat is een massa hoor. Dus dit is mijn... Maar ik bouw dit bedrijf, ben ik gaan bouwen voor mijn dochter. Mag je ook eerlijk weten. Voor de volgende generatie. En ondernemers, 20-tal, die wij nu mee samenwerken. Nou, verschillende industrieën. Verschillende producten, diensten. Hey. Mijn morele plicht als ik jouw profiel zie en op jouw website kom en jou bel en één vraag stel van joh, zou je daarnaar willen kijken? En jij zegt yes, dan weet ik eigenlijk genoeg. Ik weet dat er mogelijkheden zijn. Gaat dat uitkomen? Dat weet ik niet. Maar als ik mijn assistenten laat bellen of mij iemand die stage bij mij loopt, ga jij geen zaken doen. Als jij zaken gaat doen, doe je het bij mij en niet met een tussenpersoon of wie dan ook. Niet. Kijk, mijn verdienmodel is niet als die van jou. Jij zegt zelf, hey, voor 100 en voor 400 kan ik er heel veel aan. Elke ondernemer die ik opstart, ja, en trouwens, ik ben nu 3 maanden bezig. In juni begonnen, maar goed, ik ga mezelf niet verdedigen, hè. Ja. Nee, zo zie ik het ook niet. Maar in juni zijn we begonnen. En ik ga je alles laten zien. Dat is mijn doelstelling. Daarna mag jij zelf een intelligente keuze maken van... Hey, wil ik met Robert Kovacs winstgarantie samenwerken of niet? Dat is wat ik... Kijk, want ik kan je aan de telefoon kunnen we 2 dagen blijven en ik kan je alles vertellen. En je gelooft het of je gelooft het niet. En dat vind ik ook helemaal goed hoor. Want als je geen match hebt met elkaar, heb je gewoon geen match. Maar als jij zegt van, hey luister, 5 tot 7 gekwalificeerde afspraken per uur, kan ik wat mee? En ik kan wat mee om mijn klantenbestand op te gaan bouwen van enkele tientallen per week. Dat hebben we niet in een nacht, dat zeg ik ook. Dat gaat wel eventjes weken of maanden duren. Maar die potentie is er. Hey, dan wil ik het graag met je delen. Ga ik je laten zien, bewijzen zelfs. Hey, wat je ermee doet, als je het goed vindt, praten we verder voor een samenwerking. Zo niet, mag je alles wat je gezien hebt die dag. Alle tools, handvaten, mag je van mij houden zonder samenwerkingsverplichting of wat dan ook. Het enige wat je niet mag doen, en dat ga je ondertekenen, daarom staat hangt mijn was ook niet buiten.
Je gaat een geheimhoudingsondertekenen waarin staat van hey, alles wat je ziet mag je houden en gebruiken, maar je mag het niet delen online. Dat is één. En je mag het niet verkopen. En dat heeft een reden. Zeker. Ja. Ja. Dat lijkt mij heel verstandig inderdaad. Want dan wordt het makkelijker voor je. Want dan ga je overal ga je handel inzien namelijk. Ik zou zeggen Giel, pak je agenda. Plannen we een datum in. En dan ga ik voor 8 uur vanavond krijg je van mij nog meer documentatie, inzicht, strategieën die wij die dag gaan doornemen, geheimhoudingsverklaring, alle ins en outs die jij moet weten voor die dag. Ik zou je eerlijk... Om zo... niet mijn bedoeling, excuses. Ik vind het ook leuk, want ik ben gek op ondernemers. Want dat ben ik zelf namelijk ook al 25 jaar. De komende weken zitten we vol. Dus dan moeten we eens even kijken dat we... dat wordt ergens in de week van 14 of 21 september. Nee, dat wel 15e dinsdag. Nee, dat wordt lastig. Dan wordt het of vrijdag 17 of de week erop. Nee, sorry, vrijdag 18. Sorry, vrijdag 18 of de week erop. Oké, perfect. Perfect. Dan ga ik dat in orde maken. Vrijdag 18. Laten we eens kijken. September. Van 9 tot 12. Jij krijgt alle documentatie van mij voor 8 uur vanavond. Dat is afgesproken. Jij staat in mijn agenda. Voor die tijd hebben wij nog contact met elkaar. En mijn vraag is, nu dat ik je toch aan de telefoon heb en ik vond je vragen vond ik echt helemaal perfect. Want weet je, vragen die jij stelt, weet je wat dat mij zegt? Over jou. Weet je wat ik gelijk... Ik kan je gedachten lezen. Juist. Jij bent een serieuze zakenman. Jij hebt je onderzoek gedaan. Je stelt de juiste vragen. Je zegt, Robert, hoe zit dit? Hoe zit dit dat? Hoe zit zus en zo? Dat betekent dat jij een serieuze man bent. En daarom ga ik met jou dit jou laten zien. En de kans is 90%, misschien wel hoger, dat wij wat met elkaar in de toekomst heel veel met elkaar kunnen doen. Want ik filter zelfs namelijk ook. Als jij geen vragen voor mij hebt, wat weet ik? Er is helemaal niks voor ons beiden. We weten wat we binnen kunnen halen. Ik zie de mogelijkheden. Nou is mijn taak om jou te zien. Transparant, laten zien. Wie zijn we, wat doen we, hoe gaan we het doen? Gewoon transparantie, open en eerlijk. Zodat jij en ik, boom. Dat we samen een intelligente keuze kunnen maken. Mijn compliment voor jou, Giel. Goed zo. Nee man, jij bent de eerste die ik bel. Nee joh. Nee. Dankjewel man, ik hou van complimenten. Wie houdt er nou niet van, hè? Ja. Mm-hmm.
Ja. Moeten we echt even wat dieper in de materie duiken. En dat kunnen we wel die dag doen. Wanneer ga je starten? Oké. Kijk. Ja, begrijp ik. Alles is mogelijk. Ik denk dat die dag krijg je echt eye-openers. Ik weet het wel zeker. Maar dan, vanuit daar kunnen we eens even kijken van hoe en wat. Ik denk dat dat het verstandigst is. Giel, je bent een topper. En ik vind het leuk dat je zei een broekie die net een jaar begonnen is. Nou, jij weet echt wel wat je doet hoor. Is goed man. Hey, bedankt voor je vertrouwen en je tijd. Jij hoort van mij. Wij hebben nog contact voor 18e. En ik spreek je man. Fijne dag. Yo. Hoi.